Dag mede GamerGeeks en welkom bij het GamerGeek Nieuws! Het meest opvallende gamingnieuws voor jou weer op een rijtje gezet. Ik ben Jim en dit waren de headlines van de afgelopen week. En afgelopen week werd in Las Vegas, Amerika, ka-ching, de Consumer Electronics Show 2014 gehouden. Op het internet beter bekend als zijn afkorting de CES. Naast buigbare televisies, 4K-camera's en Michael Bay die van het podium tijdens een persconferentie afliep omdat zijn auto-cue niet deed, sukkel, was er ook het een en ander voor gamers te zien. Zo onthulde Gabe Newell, een van de oprichters van het bedrijf Valve, 13 Steam Machines. Dit zijn computers die speciaal gemaakt zijn voor de Steam OS. Het is de bedoeling dat je deze Steam Machines aansluit op je televisie om zo je Steam games vanaf de bank te spelen. De Steam Machines worden niet door Valve zelf gemaakt, het bedrijf achter Steam en de Steam OS, maar door verschillende hardwarefabrikanten. Onder andere Alienware, Gigabyte, Digital Storm en Alternate die doen mee. Deze en andere bedrijven hebben dus allemaal Steam Machines aangekondigd, waarvan de prijzen nogal variëren. Je kan een Steam Machine halen van €500, bijvoorbeeld door Cyberpower PC, maar er zijn ook Steam Machines van €6000! Niet gek dus dat de specificaties en mooie chipjes die er allemaal in zitten per Steam Machine heel erg zullen verschillen. Alle 13 aangekondigde Steam Machines zullen in 2014 gaan verschijnen. Ga jij er ook eentje halen? Sony was ook op de CES aanwezig en had naast nieuwe televisies, nieuwe mooie camera's, oeh, het is een HD, oh 4K, oeh. Ook iets voor de gamers. Ze hebben namelijk de streamingdienst PlayStation Now aangekondigd. Dit is een nieuwe streamingdienst waarmee je PlayStation games door middel van streaming kan spelen op bijvoorbeeld je PlayStation 3, PlayStation 4 of je PlayStation Vita. Er is ook meteen bekendgemaakt dat het in de toekomst de bedoeling is dat verschillende tablets en smartphones ook PlayStation Now gaan ondersteunen. Tijdens de CES werden verschillende PlayStation 3 titels gedemonstreerd, zoals onder andere The Last of Us, Beyond Two Souls en God of War Ascension. Deze waren dus allemaal speelbaar op de PlayStation 4 en de PlayStation Vita. De streamingdienst zal na alle waarschijnlijkheid met deze titels gaan lanceren. Aankomende zomer dan is het voor de Amerikanen mogelijk om PlayStation Now te krijgen. Wanneer het voor de Europeanen tijd is om games te streamen, dat is nog maar de vraag. Ook over de prijs is er officieel nog niets bekendgemaakt. Maar na alle waarschijnlijkheid komt er wel een abonnementsoptie waardoor je een vast bedrag per maand betaalt en dat je al die PlayStation games kan streamen en dus kan spelen voor een vast bedrag per maand. Het jaar is nog maar net begonnen en Nintendo moet zijn portemonnee weer gaan trekken. Helaas niet om een vetter game in bijvoorbeeld de Star Fox of de Metroid-reeks te laten maken. Nee, maar om weer een boete te betalen. Een voormalig Sony-medewerker beweert namelijk dat hij al lang het patent had op de brilloze 3D-technologie die nu gebruikt wordt op de Nintendo 3DS. Nintendo heeft de technologie kennelijk zonder dubbel te checken gebruikt, want zij hebben de rechtszaak verloren en moeten nu $15 miljoen gaan betalen aan de voormalig Sony-medewerker. Maar het lijkt wel een Telcel-reclame, want dit was nog niet alles. Nintendo moet namelijk 1,82% van elke verkochte 3DS aan de aanklager geven. En hebben we het niet over productiekosten of winst, maar over de aanschafprijs. Dit geldt niet alleen maar voor alle 3DS'en die nu worden verkocht, maar ook voor alle 3DS'en die al zijn verkocht. En dat is een fix bedrag als je bedenkt dat de 3DS al meer dan 40 miljoen keer over de toonbank is gegaan. Tot zover deze editie van het GamerGeek News. Heb jij vragen, opmerkingen of nieuwstips? Laat dan een comment achter of stuur een mailtje naar redactie@gamergeeks.nl. Like ons op Facebook, volg ons op Twitter en subscribe op ons YouTube kanaal via www.gamergeeks.nl. Tot de volgende keer voor weer een nieuwe editie van het GamerGeek News.